Op zaterdag 14 februari is het de Vlaamse dag van het deeltijds kunstonderwijs. Het thema dit jaar is grenzeloos en dat is de Academie van Sint-Niklaas op het lijf geschreven. Ik verwijs hier naar het steunfonds dat wij hebben opgericht om minder begoeden te helpen met inschrijvingsgeld, huur van instrumenten. Maar ook naar onze allochtone werking om die bevolking de weg naar de academie te leren kennen. Ook in de lessen wordt er over de grenzen heen gekeken. In algemene muziekcultuur maakten de leerlingen kennis met muziek uit de hele wereld. En de bekroning van het project is de dag van het deeltijds kunstonderwijs, waar dus alle leerlingen aan elkaar op een ludieke manier die verschillende landen leren kennen. Leerlingen kunnen workshops volgen in de hoofdschool, maar er zijn ook huisconcerten. En in Volkscentrum Ei werken ze rond geluidstechnieken. De resultaten hiervan kan je komen beluisteren op namiddagconcerten, waar ook het Bloemetjeskoor optreedt en enkele klassen samen zijn. Meer informatie en het volledige programma vind je op www.dagvanhetdko.be. Philips de Goede gaf in de 15e eeuw de opdracht aan Petrus Christus, een leerling uit het atelier van Jan van Eyck, om 3 kopieën te maken van een icoon uit de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Cambrai. Maar ze gingen helaas verloren in de loop van de geschiedenis. Schatten op zolder, ze bestaan nog. Dit schilderij werd onlangs gevonden op de zolder van een particulier in Sint-Niklaas. 3 specialisten nemen op zondag 15 februari tussen 14:30 en 17:00 in de Salons voor Schone Kunsten in Sint-Niklaas kunst en antiek onder de loep. Misschien hebt u zonder het te weten ook waardevolle spullen op uw zolder liggen. En zou het kunnen zijn dat we hier te maken hebben met een van die 3 kopieën? Ja, mocht dit de kopie zijn of een van de kopieën van Petrus Christus, dan hebben we een enorm belangrijke ontdekking gedaan. Als we bekijken naar de techniek, zitten we hier met de techniek van de Vlaamse primitieven. Maar als we dan toch ietsje dichter gaan bekijken, dan bemerken we hier dat de kleur van de glacis, dat wil zeggen de olieververnis, totaal anders is dan de onderliggende waterverf. En dit, spijtig genoeg, jammer, is een techniek die men pas vanaf 1480 aantreft. En Petrus Christus is gestorven in 1475. De lijst rond dit schilderij is in een slechte toestand. Er is nogal wat oppervlaktevuil aanwezig. Dat zal wel eens een invloed hebben op de waarde van het schilderij. Ja, mocht dit een origineel werk zijn van Petrus Christus, dan was dit 2 miljoen euro waard. Maar we hebben hier met een 16e eeuwse kopie te maken. Mocht dit opgekuist zijn, gerestaureerd zijn, dan zou dit werk ongeveer een 16.000 euro waard zijn. Haal dus uw schatten van de zolder en kom op zondagnamiddag 15 februari naar de Salons voor Schone Kunsten. Misschien heeft Theater Argus voor u dit weekend een heel aardige voorstelling in petto. We hebben namelijk Marleen Merks uitgenodigd met haar voorstelling 10 jaar thuis. Ze komt spelen in het Museumtheater aan de Zwijgershoek, telkens om 20 uur in Sint-Niklaas is dat dus. En dat is een voorstelling vol humor, levensvreugde, pittige anekdotes over alles wat er achter de schermen van deze soap gebeurt, maar ook over haar eigen leven. In elk geval een heel fijne avond staat u te wachten en aan het einde krijgt u ook nog een lekkere borrel van ons cadeau. 03-776-9098, dat is het nummer waar u de kaarten kan reserveren. Op woensdag 18 februari is er in de trouwzaal van het stadhuis om 8 uur de infoavond Zonneslag over de samenaankoop van zonneboilers en zonnepanelen. Jenny de Laat heeft al 10 jaar een zonneboiler op haar dak. En hoewel het hier vaak regent, doen ze goed hun werk. Half november tot half februari zijn eigenlijk donkerste maanden. Maar dan haalt het toch nog temperatuur 15 graden, 20 graden. Dus dan kun je zeggen, kijk, dan moeten we dan toch niet bijverwarmen. Dus in die zin haalt je er nog iets uit. Maar vanaf maart tot november halen we bijna al ons warm water uit de zonneboiler. De stuurgroep van de actie Zonneslag selecteerde de leveranciers met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Op de infoavond stellen ze zich aan u voor. Bij de Milieudienst kan je intekenen op de actievoorwaarden voor de gezamenlijke aankoop. Zo'n samenaankoop van zonnepanelen is heel interessant om toch ons steentje bij te dragen om wat duurzaam hernieuwbare energie te krijgen. Het is ook voor vele mensen een goede investering, daar zij eigenlijk volledig kunnen besparen op de elektriciteitsrekening.
Wie nog vragen heeft, kan mailen naar de Milieudienst van Sint-Niklaas of telefoneren naar 03 760 92 12.